In het kader van de viering dit jaar van 75 jaar vrijheid organiseert het Nederlands Tegelmuseum keramiekworkshops voor kinderen van alle leeftijden. Daarnaast zullen er enkele gedenktegels tentoongesteld worden die met de oorlog te maken hebben. 14 september was het weer Open Monumentendag. Op diverse plaatsen in de gemeente Ede waren monumenten opengesteld en werden er activiteiten georganiseerd. In het binnenveld, bij de plek waar vroeger kasteel Harslo stond, was ook het een en ander te doen. Er waren wandelingen, lezingen, een informatiestand en een tentoonstelling georganiseerd door de vereniging Oud-Bennekom. En Mooizo nam er een kijkje. En we hebben een nieuwe rubriek in Mooizo. Cineast Rob Broek maakt animatiefilms. Hij heeft met zijn films prijzen gewonnen en vanaf nu zullen er regelmatig films van hem in Mooizo te zien zijn. Dat kunt u zien vanaf maandag 21 oktober in het programma Mooizo bij Ede TV. Kijkt u dan ook?